Damtalent Matteo Boksem uit Emmeloord heeft dit jaar een nationale talentenstatus gekregen van NOC-NSF. En daar plukte hij tijdens het WK de vruchten van. De 12-jarige Boksem werd derde in Polen. Nou ja, ik krijg dus sinds dit jaar extra begeleiding. En ja, ook meer trainingen. En ook, maar dus ook bij toernooien dat er dan een coach meegaat van de KNDB. En samen met drie andere jongens zit ik dus in het NT. Ja, ben je daardoor dit jaar sterker geworden? Ja, want ik dus ook door die meer trainingen herken ik dus ook ideetjes in de partij. Waarvan ik denk dat ik, waarvan ik dan merk dat ik die ook gewoon in de training al heb gehad. Het wereldkampioenschap in Polen kon dit jaar dus gewoon doorgaan. Boksem hoopt, omdat hij momenteel in goede vorm steekt, dat in 2022 ook het EK door kan gaan. En dat corona geen roet in het eten gooit. Nou ja, dammen in corona, dat kan op zich ook gewoon doordat je ook online kunt trainen. Dus je hebt online damprogramma's en daarop kun je ook tegen andere dammen, maar ook ja, standen analyseren met de computer. Is dat leuk om te doen? Of ja, zeker. Is dat leuker misschien wel om te doen? Nou ja, niet per se leuker, want ja, in het echt trainen en ook met andere mensen erbij, dat is natuurlijk wel leuker. Maar het is online is wel echt heel handig en ook wel gewoon leuk natuurlijk. Ja, waar word je beter van? Om echt fysiek met mensen te spelen of met die computer? Ik denk toch wel fysiek, want dan heb je ook gewoon zeg maar de mens die denkt dan in plaats van de computer. Want ja, mensen die hebben ook gewoon andere plannen misschien in hun hoofd dan dat de computer dat heeft. Want ja, dat is gewoon een programma.